Hey kijkers van Daily Terror TV. In de vorige aflevering kondigde ik een prijsvraag aan waar je Pokémon goodies kon winnen. De winnaar, oftewel de winnaars, zijn geworden... Check de link in de beschrijving. De winnaars zijn Laurens van Elswijk en Bas van Gent. Allebei gefeliciteerd. Binnenkort is het weer zover. Dan gaan de mensen die de community livestream organiseren live gaan. Op YouTube en Twitch. Dus vergeet het zeker niet in je agenda te schrijven. Zaterdag 21 oktober. Om 7 uur. Ja. Alright, laten we eens beginnen. Dit is week 6 van Daily Nintendo TV. Nintendo laat weten waarom Mario geen levens meer verliest. In Super Mario Odyssey, die deze maand uitkomt, zal het spel een van de oude mechanieken verleren. Namelijk het verliezen van levens. Wanneer je tijdens het spel verslagen wordt door een vijand of valt van een of ander platform, zal je in plaats van levens te verliezen, munten verliezen. De munten die je gaat verzamelen, zal je uiteindelijk besteden aan verschillende kostuums. Dit nieuws wisten we al, maar we wisten niet waarom ze dit hebben toegepast. Het Japanse bedrijf is van mening dat het afnemen van geld beter bij de game past. Director Kenta Motokura liet hiervoor het volgende weten in een interview. Ja, dit is de quote van het interview, maar eerlijk, wat is jullie mening hierover? Laat het zeker weten in de comments. Nog geen zekerheid of Ahead in Time op de Switch komt. De ontwikkelaars van het bedrijf Gears of Breakfast brachten deze donderdag het spel Ahead in Time uit op verschillende platformen. De game is een 3D collectathon platformer dat 4 jaar geleden oorspronkelijk begon als een Kickstarter programma. De Kickstarter was een groot succes en kon alle doelen behalen. Het bedrijf probeerde enkele jaren terug contact te leggen met Nintendo om hun spel op de Wii U eShop te zetten. Maar ja, we weten allemaal wel wat er met de Wii U is gebeurd. En nu dat de Switch volop in de spotlight wordt gezet, weten ze niet of het spel op de console kan draaien. Vorige maand kregen ze een devkit van Nintendo zelf, maar er werd gezegd dat ze geen tijd hebben om hier aan de slag te gaan. Een Nintendo fan tweette een vraag waarom ze het spel niet op de Switch brengen, waarop ze antwoordde: "We have Switch dev kits now. That's step 1. Step 2 is figuring out how to run the game on it. There's a big chance we can't get it to work." Het zou jammer zijn mocht het spel niet uitkomen op de Switch. Samen met Yooka-Laylee en Mario Odyssey zou het een goede eerste jaar zijn voor Nintendo. Naast het nieuws zal ik af en toe nieuwe games aankondigen voor de 3DS, maar vooral de Nintendo Switch. Dus ja, Nintendo Switch. Er zijn nog steeds mensen in 2017 die denken dat Nintendo voor kinderen is. Maar de Switch laat zien dat dit niet het geval is. Don't Knock Twice is een nieuwe horrortitel dat op 17 oktober verkrijgbaar is op de Nintendo Switch. Hierin speel je als een moeder die op zoek gaat naar haar dochter. En je raadt het al, het avontuur gaat niet zoals gepland. En komt ze tijdens haar zoektocht terecht in een vreemd, angstaanjagend avontuur. Het volgende volwassen spel in de rij is Dead Synchronicity. In deze avonturengame speel je als Michael, een man die geen verleden heeft en zijn identiteit probeert te vinden. Ook moet hij 2 rampen onderzoeken die ergens plaatsgevonden hebben. Dit alles zorgt voor een science fiction-achtig avontuur met veel spannende momenten. Jammer genoeg is het nog niet bekend wanneer het spel zal uitkomen. De volgende Nintendo Switch game is een gevechtsspel, Arena Brawler Cubers. In dit spel speel je als iemand die als slaaf wordt verkocht door zijn eigen familie. Eeuw. Het spel zal pas volgend jaar verkrijgbaar zijn. Hier alvast wat gameplaybeelden. En dit was het dan voor deze video. Alle artikelen van deze week kan je terugvinden in de beschrijving. Ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad op First Look. Vorige week was ik aanwezig op Gameforce, een gelijkaardig event, maar dan in België. En ik heb daar ook een video opgenomen. Wanneer precies de video online komt, kan ik niet zeggen. Want ja, ik zit nog op school en de leerkrachten hebben medelijden. Maar ik zal mijn best doen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat zeker een blauw duimpje omhoog achter. En ja, ik zie jullie de volgende keer, mensen. Ciao.